Up mensen, mijn naam is Dylan en welkom weer terug bij de Pokémon Super Week van Pokémon Emerald Randomizer. We zitten bij episode nummertje 6 alweer en het gaat echt super, super, super hard. Jongens, vorige keer heb ik de tweede wedge gehaald met de hakken over de sloot. Hartstikke awesome. Heb je het nog niet gezien? Ga naar de vorige video en dan kan je kijken welke episode dat was, hoe het ging. En nu gaan we maar op zoek naar de volgende stadje ondertussen. Want dit is dus Ice level 12, Heracles 12. Maar mijn Pokémon echt te laag level nog. Maar goed, ahoy! Mijn friend, waar wil je heen gaan? We gaan naar Slateport City. Want daar, als het goed is, daar de volgende gym. En dat is, als het goed is, elektriciteit. Niet de Slateport zelf, maar het is iets boven Slateport, die gym. Oh yeah. Ik heb allemaal gekke shit. Later als je surf hebt, ga ik langs al die eilandjes en zo. Ahoy, we've made land in Slateport. Oké, okay, welkom in Slateport. Ik ben Captain Steven. Nee, ik ga die Devon Goods later fixen. Want die Devon Goods kan ik inleveren, kan ik wel exploit share krijgen. Ik weet het, jongens. Wat vinden jullie? We gaan het wel even doen. Ja, we gaan het even doen. We gaan even die Devon Goods afleveren bij die stad waar ik eerst geweest was. Dat gaan we even op topsnelheid doen. Yep, oké, okay, op topsnelheid. Wat betekent, houdt in, dan krijg ik als het goed is X-Point Share. Laten we er meteen mee beginnen. Oh god. Oh, ik weet niet welke kant ik moet op. Deze, dit vind ik nog steeds, blijft een stom bos. Hallo Machoke, doei Machoke. Ah! Rot op met bellen, ik heb er geen zin in. De gym leader Roxanne. Delibird, leuke Pokémon, maar daar ga ik niet varen. Ah! Chansey! Rot op, ik wil gewoon een leven vanuit die stad. Op topsnelheid, mijn kijkers zitten te wachten erop. Ah! Delibird, fuck off. Zo. Topper. Hoppakee. Oh, verkeerde stad. Man, het is moeilijk te besturen, jongen, als het zo snel gaat. Oké, we gaan weer op normaal tempo. Ha, weer naar binnen. Goh. Goed, we gaan even terug langs het stadje waar ik die burgemeester, of de president, zeg maar. Daar is hij. Hallo, oude vriend. Hey. Ja, heb ik gedaan. De exploit share. Toppertje. Onthoud het in, de exploit share is eigenlijk heel simpel. Als deze geeft, item, give. Zodra ik hem dus de exploit share geef. Alle exploits die Flamie krijgt, bijvoorbeeld. Degene die in het vechten bent, wordt gedeeld samen met degene met de exploit share. Dat is wel chill. Dus Icy wordt gratis getraind, zeg maar. Dat is echt super dope. Dus dat is wel chill. Chillus de billus. Oké, okay, we gaan naar beneden. Want ik ga door weer terug naar het plekje waar ik vandaan kwam. Dat is Slateport City. Oh! Eel, lift disc. Oké, okay, toppertje. Hehe, kom je de oude man. Hi! Oké, okay, we gaan even naar Dewfort. Dan ga ik allemaal weer even skippen dat ik terugkom in Slateport City. Want dat is degene waar ik heen wou. Kijk eens, alsof het allemaal niet gebeurt, dit hele stukje, oké? Okay? Maar dan gaan we weer beginnen. Oké, top. Wat een kut begin van deze aflevering. Maar, goed, we gaan lekker naar voren. En we gaan hopen dat ik zo min mogelijk trainers hoef te vechten. Ah! Hoe de fuck snipt die me helemaal vanaf daar, man? Oh, wat zat iemand onder een fucking parasol? Wat is faggot? Zit er wel iemand onder die parasol te chillen? Oké. Okay. In ieder geval, ik heb gevecht met een klein meisje en een dikke zeeman, zeg maar. Sailor Edmund en Tuber Haley. Zullen vechten Wingull en een Meryl. Dat zijn twee water-Pokémon. Dat is wel fucked up. We gaan eerst die Meryl even uitschakelen. Laten we daarmee beginnen. Boom! Ah, nee, Supersonic. Wat irritant. Is hij confused? Water Chop. Oh, lekker. Hij is bijna dood. En waarom Watergunt hier in godsnaam... Maar ja, goed. Wat ik ga doen... Ja, jij Meryl uitschakelt, schakel ik de Wingull uit. Als je hem wel raakt, kom Flamie. Nee, hij mist ook nog. Wat een dombo. Kom op man, Flamie. Nou, Kratachop. Nou, de wateraar weer op Bruce. Dat is echt dom. Nou, Bruce, schakel hem uit. Ja, yeah, Flamie is uit de fusion. Tackle is raak. Ik heb Meryl dood. Yeah, dag Meryl. Bruce level 17. Maar dat houdt ook in dat ook Icy XP krijgt. Dat is wel chill. Dan kunnen we nou een Wing Attack. Nou, Kratachop. Oké, okay, mooi. Als het goed is, gaat hij nu dood. Doe ik een low kick erop. Boom. Toppertje. En we gaan door naar de volgende groep, zeg maar. Want dit soort fights is niet bijzonder voor jullie. Dus even kijken. Pokeball. Een potion. Nou, toppertje. Mooi. We zijn aangekomen in Slateport City. Tut, tut. Hallo, oude vrouw.
Where the water is clean, the fruit abounds, where people gather, marks so start to down, brood and grass. Oké, okay. Een soort markt. Oh my god, heb ik weer van die Team Aqua dudes. Maar voordat ik hier verder ga, moet ik weer een paar pokeballs kopen, want ik heb er weer een paar geweest. Toppertje. En ik ga even het Pokémon Center heel kort, want ik had net wel een battle gehad. Waar is het Pokémon Center? Dus hierboven. Topper! Oké, top. Goed, in ieder geval, ik zie hier dus Team Aqua staan. En die wilt hier naar binnen. What's up? Hey, niet duwen. Dit is de line, can you see? Oh my god, we mogen hier dus niet naar binnen. Eens even kijken. Hallo? Oké, okay, dit weet ik nog. Hoe kom ik er ook weer uit? Volgens mij weet ik het wel nog, maar ik ben niet zeker. In ieder geval, ik ga even kijken of hier een vette wilde Pokémon zit. Motherfucking Drowsy! Ik weet dat mensen zeggen, deel vang Drowsy, want het is Don's favoriete Pokémon. Maar ik had er echt geen zin in. Hey, wat disable je mijn fucking vuuraanval, je motherfucker. Nou, ik ga even kijken of ik iets anders vind dan Drowsy, want ik vind Drowsy zelf niet zo heel erg cool. Hey, Misrafus. Cool, dat is een ghost Pokémon, maar ik wil geen Misrafus. Shiftry. Ik vind deze Pokémon er zo cool uitzien, hè. Eerlijk, hij ziet er echt cool uit. Maar ik ga hem niet vangen. Daar komt op neer. Delibird, weer die Delibird. Misrafus. Oké, okay, ik denk dat alleen maar deze drie Pokémon hier zitten. Hij is level 13. Oké, okay, eens even kijken hoor. Ja, ik ga nog even deze Shiftry doodmaken. En dan ga ik hier weg. Blijkbaar zitten alleen deze drie Pokémon in deze bosjes. Dus die vind ik niet zo heel erg cool. Dus die ga ik niet vangen. Nee. Oké, okay, helaas. Weet ik leer per ongeluk. Heb ik nog geparalyzed? Maar goed, ik ga dus op zoek naar wat ik moet doen. Want dit is fucked up. Ik ben nu een beetje aan het ronddurpen. Man, hierboven kan je zo'n beauty contest doen. Dat weet ik dus ook. Maar daar heb ik ook even geen zin in. Dus even kijken. We gaan Pokémon healen. En Pokémon gaan ze healen. En dan moet ik even goed gaan zoeken wat ik wil doen. Want voor nu zit ik een beetje stuck. Volgens mij weet ik het hoor. Hier zitten dus die derps. En als ik hierin ga. Want die vrouw zit hier niet zomaar. Dan kon ik hierin of zo. En volgens mij zit hier een dude met wie ik moet praten. Ben jij dat? Dat is wat ik al ver. Dat is wat ik kan. Ik maak dingen zo. Ik ben Doc. Captain Stern commissioned me for design a ferry. Oh, dat heb ik goed. Zie je? Ik had hem moeten hebben. Het is gewoon doe. Captain Stern went off somewhere. Is het werk doe? Ik moet Captain Stern zoeken. Volgens mij was dit wel de dude die ik moest hebben. Ik moest Captain Stern zoeken. Volgens mij zit Captain Stern in dat ding hierboven. Volgens mij is is Team Aqua nu weg. Bam! Ah, ik wist het nog. Dan ga je naar binnen. Het is een museum. Dan moet ik $50 betalen. Fucking hell. Ik wil het helemaal niet. Nou, Team Aqua. Ik ga geen zin te vechten met jullie. Ik denk dat Captain Stern is. Hallo, Captain Stern. Hey, Lucas Stern. Dat wil je me. Ik heb hem. Hallo. Ja. Thank you, great. Oké, okay, ik heb voor een expeditie. En dan komt die motherfuckers weer binnen. Oh god. Haha, hold it. We're taking those parts. Want hij wil die bootspulletjes hebben. We are Team Aqua. Zijn baas wil die dingen hebben. Dus geef het hier. En dan gaat hij weer vechten. Met een drol Pokémon. Mightyena's of zo. En Puccina's. Oh, Carvanha dit keer. Nou, zijn water Pokémon. Mariolo waterpolo. Ik ga je doodmaken. Ik bedoel, come on, Team Aqua. Oeh, ik was zo bang. Carvanha heeft wel mijn Flamie geheurd. Maar goed. Hij is hier 141 punten. Nou, dan gaat Team Aqua grunt. Ik ben verslagen door een kind. Ja, no shit, kill. Met je poep Pokémon. Nou, dan komt hij weer. En dan komt daar nog die baas volgens mij. Die moet ik ook verslaan. Maar ja, goed. Ik ben echt niet bang voor die motherfuckers van Team Aqua. Oké, wat moet je? Team Aqua grunt. Wat lijkt de battle? Dat is wel grappig. Eigenlijk, waarom moeten ze met Pokémon vechten? Waarom gaan ze niet gewoon echt vechten? Ik bedoel, je wilt toch iets overnemen? Dude, dit is een jochie. Is het dude eigenlijk in de serie? Is een Pokémon trainer van fucking 13 jaar oud, weet je? Je bent een volwassen kerel van Team Aqua. Dan rammen we gewoon in elkaar. Wat doe je moeilijk? maar goed. Hè? Ik ga niks erover zeggen. Flamie, Zubat. Doei. Goed gedaan. Icy level 14. Ah, Icy gaat lekker hoor. Carvanha. Pokémon treden. Ja, ik ga even met Sparky vechten. Sparky, ga er maar in. Dat is wel kut dat Sparky nu Flash heeft. Want volgens mij kan je HM's kon je niet weer verleren. Dat vond ik altijd zo kut vroeger. Yeah, Team Aqua Grunt is weg. Doei Aqua Grunt, I lost. Ja, no shit. En dan komt weer die bitch, zeg maar. Ah, als we die party krijgen, hebben we een probleem. Oh, en dan komt hij hoor met zijn snorretje.
Ik kon het even aan. En you are simple, hebben bij een Merle Child. Oké. Okay. Team Aqua en We Love the Sea. I'm Team Aqua leader Archie. Archie, waarom wil je ons haal tegen? Bla bla bla. Je bent niet van Team Magma. Oké, okay. Nou goed. Jezus, wat lul je veel, man. Ah, oké, okay, hij heeft dus niet die spark gekregen. Oké, okay, oké, okay, anyway. So, thank you for saving us. Nou, ik heb de Devon Guts gekregen. Hè, dankjewel. Oh, geven, juist. Oké. Tup, tup, helemaal Pokémon en hij is weggegaan. Dus ik heb eigenlijk afgegeven wat ik moest geven, die Devon Guts. Dat was het hele idee. Hé, hey, jij bent nog niet eentje? Hé! Hey! Oh, die luger! Ik ben met die Magma. Oh, ik ben de enige. Oké, okay, hij heeft iets gegeven. TM. Oké, okay, okay, hij heeft me een TM gegeven. Welke TM is het? Thief. Thief. Oké, okay. leuk persoon van Pokémon. Een dief, want Team Aqua zijn dieven. Oh, daar komt hij weer. You motherfucker, je zei eigenlijk nooit een coole trainer zou worden. Scott, I'm sure met somewhere. Still you. Oké. Okay. Met de guest, je hebt ze weg. Jij hebt Team Aqua weggejaagd. Ben jij degene die het gedaan hebt? Ja. Misschien wel deze trainer. Oké, okay. You're gonna become a good friend. So let's regret this kind of Pokémon. Ik wil je telefoon helemaal niet, Scott. Je zei eigenlijk geen vette trainer zou worden. Asshole. Ja, doeg. Eikel. Ja, je zei eerst, ja, je gaat toch geen talent worden. Fuck you, man. Ik ben een fucking basentrainer. Ik bedoel, gee, ik heb mijn Pokémon nu al gezien. Ik heb 2 badges. Ik loop al met een Vaporeon op zak. Een Machoke ook op zak. Een Heracross. Quilava. Weet je? Electrode. En ik heb pas 2 badges, motherfucker. Maar goed, in ieder geval, mensen. Het haalt erop. Ik ben weer een deeltje verder gekomen in Slateport City. En we gaan op de 110. We gaan nog één keer kijken voor Pokémon. Oké, okay, we gaan nog één keer kijken, ja? Laat maar raden. Drowsy. Ja, ik hoef geen Drowsy nogmaals. Dan gaan we het even afmaken. Doet die hypnosis. Toppertje. In ieder geval, mensen. Ik wil je bedanken voor het kijken. Laat even een blauw duimpje achter omhoog als je het awesome vond. Zie ik je graag in de volgende Pokémon video. Want dit is Pokémon episode nummer 6. Ik hoop jullie het awesome vonden weer in deze video. Dus laat even nog een leuke reactie achter als je het leuk vindt. En ik zie je graag in de volgende video weer. Peace, motherfuckers!